2022 had voor Dirk Jan Mak niet heel veel mooier kunnen verlopen. Hij zag zijn vriendin Irene Schouten liefst 3 gouden medailles winnen op de Olympische Spelen en trad in de zomer met haar in het huwelijk. Het is een gekke huis geweest. Door de coronaperikelen kon Dirk Jan zijn Irene niet in Peking aanmoedigen. Dus werden de schaatswedstrijden vol spanning gevolgd in een vol café in Wervershoofd. Ja, dat hebben we wel, gevierd en beleefd. Zo. Irene Schouten. En dan winst ze natuurlijk 3 kilometer. Ja, joh. Dan komt al die emotie die komt los en die blijdschap. En voor iedereen. Ja, dat ging helemaal los, joh. Ja, fantastisch. Echt fantastisch. In het dagelijks leven is Dirk-Jan Timmerman. Maar door de gouden prestaties van Irene wordt ook hij ineens een bekende Nederlander. Als de vriend van zit hij ineens aan verschillende talkshowtafels. Humberto, op 1, meerdere keren. NOS. Ja, ik heb het wel eens mooi ervaren, hoor. Zit er een rol in de showbiz in voor je? Of, Nee, dat wordt hem niet. Nee, hoor. Ik behoud het mooi bij timmeren. Dat is toch wel mijn passie. Dus dat blijf ik lekker doen. Het gouden jaar werd compleet gemaakt door het huwelijk tussen Dirk-Jan en Irene. Ja, wel echt. Een hele mooie dag hebben we gehad. Het is een bizar jaar geweest. Dit jaar is het zo'n rollercoaster geweest. Alle ervaringen waren even nieuw, even mooi. Maar die bruiloft is natuurlijk een spannende kroon.